boy, Cheech, ik heb de realest nigga in de place. Dames en heren, ik vind het steeds moeilijker om serieus te blijven over dit onderwerp. Maar ja, in ieder geval, er komt dus een vuurwerkverbod vanwege corona. Dus je moet niet alleen maar meer bang zijn voor COVID-19, je moet nu ook bang zijn voor cobra's. Maar als dit de manier wordt hoe je met het virus omgaat, nou, dan wordt het dus echt nooit meer normaal. Kijk, de tweede test. Golf, die is nu gaan liggen, maar er komt heus wel een golf 3, een golf 4, en een golf 5, en een golf 6. Een virus gaat niet weg als je geen soufflaatjes meer mag eten. Een virus gaat ook niet weg als je geen fonteintje mag aansteken. Zo werkt een virus niet. Nou, dat komt, en dat gaat. En dat blijft de hele tijd zo gaan. Zo is de natuur. Die blijven de hele tijd verstoppen te spelen met een virus. Je kan geen verstoppen te spelen met een virus. Iedereen die verstoppen te spelen met een virus, die is Annemaria Koekoek. Een vuurwerkverbod, wat is de redenatie daarvan? Nou, dat ga ik je zeggen. Let op, hier komt wat wijsheid. Geen vuurwerk, dat betekent... geen vuurwerkongelukken, dus minder druk op de zorg. Bam! Hey, het is me een partijtje wijs. Ik weet er trouwens ook nog eentje. Minder bezuinigingen op de zorg betekent minder druk op de zorg. Maar daar willen jullie het over hebben. Een vuurwerkverbod om de gezondheid te bevorderen. Maar we kunnen wel nog allemaal sigaretten kopen. We leven in een wereld waar een rotje gevaarlijker is dan longkanker. Maar Jay, dat is met zijn eigen verantwoordelijkheid als ze willen roken. Hallo, zo werkt dat niet, hè? Wij gaan het hier samen doen. We gaan nu toch gezamenlijk beslissingen maken om de gezondheid te bevorderen. Nou, dan trap ik zo je sigarettje back. Ik vind het eigenlijk een hele goede beredenatie. We moeten het eigenlijk op alles doen. Alle auto's moeten ook weg. Minder auto's is minder auto-ongelukken, is minder druk op de zorg. Hey! Ik heb die shit door. Als ik nog mensen zie lopen met McDonald's, Burger King of KFC, ik sla het uit je handen. En dat is niet onbeleefd, maar ik beperk risicogroepen. Hallo, bij de les blijven we doen het samen. Hoe gezonder wij als mensen zijn, hoe minder mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar weet je wat ik dan wel lastig vind? Heel veel dingen die gezond zijn, die zijn of verboden of mega duur. Ga eens even naar de Jumbo en probeer eens een gezonde maaltijd te krijgen. Dan ben je 5, 6 euro kwijt. Maar een magnetron hamburger, 30 cent. Even helemaal niemand meer zien met junkfood of chocola of weet ik veel wat. Want ik trap zo al je tanden uit je bek. Het enige wat je dan nog kan eten is groente. Soep. En dat is goed voor je gezondheid. Bij nader inzien vind ik dat vuurwerkverbod eigenlijk fucking goed. Weet je waarom? Ik wil helemaal geen nieuwjaar vieren. Ik ga corona echt niet meenemen naar 2021. Wat we gewoon doen? Laten we gewoon stoppen met alles. Gewoon laten we gewoon een hele grote gevangenis bouwen. En dan gaan we gewoon zitten en dan gaan we gewoon wachten. Gewoon even helemaal niks doen, want eigenlijk is alles een risico. Dadelijk ga je nog kapot terwijl je probeert te leven. Dus kunnen we beter gewoon stoppen met leven zodat we niet doodgaan. Uiteindelijk gaan we dan ook dood, maar dat is tenminste nog veilig.